Gedeputeerde Ruud van Heugten mocht woensdag als eerste een nieuw systeem testen waarmee een ritje door een fietstunnel een stuk veiliger moet aanvoelen. Op het terrein van BAM Infra in Culemborg werd het Pleasant Pass systeem gedemonstreerd. Dat wordt over een paar maanden onderdeel van een van de drie fietstunnels onder de N329, de weg van de toekomst. Vooral vrouwen blijken zich regelmatig onveilig te voelen in een fietstunnel. Het nieuwe systeem moet daar iets aan doen. Het idee is dat ik de aandacht van iemand die er doorheen kan gaan in beslag neem. Dat hij bezig is met iets wat hij interessant en leuk vindt. En dat hij daarmee bezig is van A, begin, B, halverwege en C, tot het eind. En waar je dan aan denkt is aan een spelletje, aan een vraag en een antwoord. Hoor je dadelijk een merel of een mus en dan kan je dadelijk in de tunnel halverwege twee geluiden laten horen. Een paar seconden en aan het eind komt het antwoord. En dat is een eindeloos iets en daar kunnen de mensen zelf ook de inhoud nog mee bepalen. Het Pleasant Pass systeem wordt aangebracht in de fietstunnel tussen de Singel 4045 en de Spaanderstraat, omdat dat op de route ligt van de nieuwe fietsstraat Oost-West. Wethouder Jan Verloon zei wel een goede eerste indruk te hebben gekregen. Het was voor mij ook nieuw. Maar goed, het is uitgelegd van waarom. Hè. We willen veilige fietstunnels, maar ook de beleving in de fietstunnel. Want daar hebben wij heel veel discussies over gehad. Die moet goed zijn. En als ik dat de presentatie verneem, dan denk ik dat we in ons iets heel bijzonders krijgen. Het is iets nieuws. Het is zelfs uniek in de wereld. Het kost natuurlijk een paar centen. Maar het past wel in het totale project van de weg van de toekomst. Waar heel veel nieuwe ideeën, innovatie bij elkaar komt. En dit is een van de nieuwe ideeën die ook in Oost tot stand komt. En die paar centen komen neer op €250.000. Het systeem moet de fietsers dus eventjes afleiden met beelden en geluiden en het stellen van een vraag. Maar er komt ook een interactief gedeelte. Extra gaan we het nog interessant maken voor mensen die dat willen door met hun Bluetooth zich te laten registreren. Dan worden ze waargenomen en dan staat er als je eraan komt, hoi Sophie. En als hoi Sophie vaak is gezien, want Sophie is er heel vaak door geweest, heeft veel punten gekregen. Dan kan Sophie ook aan Theo of wie dan ook. Ook een berichtje sturen en dat zal Theo dan zien als hij meedoet en hij komt door de tunnel. Dit is iets nieuws en herhalend, het past in de weg van de toekomst. En ik denk dat Oost als het ware een nieuwe attractie erbij komt. Want Fietsend Nederland zal met veel belangstelling hier naar uitkijken. Het wordt helemaal interactief, hè? Dus u denkt wel dat veel mensen daar aan mee gaan doen met een mobieltje? Ja, vooral natuurlijk de jeugd. Dat is ook al gezegd, dat is uit het onderzoek gebleken. En wellicht krijgt dat grote navolging. Het is de bedoeling dat het systeem zo rond het begin van de zomer helemaal klaar is, wanneer de eerste fietstunnel onder de N329 in gebruik wordt genomen.